Mijn naam is Peter van den Berg, ik ben organisator namens de gemeente van dit straatvoetbaltoernooi. Dat doen we voor de vierde keer dit jaar in Voorburg. En in 2010 hebben we het maximaal aantal deelnemers. We hebben nu 9 velden hier liggen. En er komen vandaag 430 kinderen die in 84 teams gaan strijden om de bekers. Vanochtend komen de kinderen uit groep 5 en groep 6. En vanaf 1 uur komen de kinderen van groep 7 en 8. Nou, het zijn jongens, meisjes, alles door elkaar. En het wordt een hele happening, want we hebben nog nooit zoveel spelers en supporters zullen er ook voor komen. Want het is schitterend weer, dus wacht een hoop vandaag. Over 4 minuten beginnen, maar we gaan eerst de opening doen. Ik heb al hier een hele goede penalty-neemster. En ik heb daar een wethouder die de bal straks gaat houden. Tenminste, dat gaan we kijken. Gaan wij tegen elkaar een penalty maken? Ja, oké. Allereerst wil ik even het woord geven aan onze wethouder van sport. Gregor Rensen, die het toernooi dit jaar opnieuw gaat openen. Het is over het idee geweest van wethouder Rensen om een straatvoetbaltoernooi te organiseren. Dus hij mag hem elk jaar komen openen. Gregor, alsjeblieft. Waar is Sam? Ja, goedemorgen dames en heren en jongens en meisjes. Want om die jongens en meisjes gaat het vanochtend. Op dit vierde straatvoetbaltoernooi in Voorburg en alweer de 8e straatvoetbaltoernooi in onze gemeente. Want ook in Leidschendam houden we ieder jaar in het voorjaar een straatvoetbaltoernooi. Nou, het weer is vandaag prachtig, dus daar kan het niet aan liggen. En volgens mij ook niet aan de deelnemers, want we hebben dit jaar maar liefst 430 deelnemers. 84 teams die vandaag meedoen om de strijd om die prachtige bekers die aan het einde van, de ochtend of aan het einde van de middag weer te verkrijgen zijn. Het belooft dus een prachtige dag te worden, dankzij niet alleen Peter van den Berg en zijn mensen die dit weer georganiseerd hebben, maar ook de mensen van Wilhelmus, voetbalvereniging Wilhelmus, die vandaag voor de spelleiding zorgen en ook hier dat hele wedstrijdconcours hebben ingericht. Fantastisch. En de mensen van het Rode Kruis die er vandaag zijn, als ze dan toch per ongeluk wat kwetsuren vallen, dan is goede hulp in de buurt. Kortom mensen, het kan vandaag niet meer misgaan. Ik wens alle jongens en meisjes heel veel succes. Jullie hebben gezien, we zijn in de zomer net geen wereldkampioen voetbal geworden als Nederland. Dus dan moet de volgende generatie het maar gaan doen. En alle goede voetballers hebben het ooit geleerd op straat. Dus jullie moeten het vandaag gewoon goed oefenen, goed je best doen. Dan staan jullie over 15 jaar gewoon in de wereldkampioenschappen voetbal. Zullen we afspreken? Oké, nou heel veel succes en heel veel plezier. Dank jullie wel.